Yes, de game gaat verder. Dat was een raar begin van de part. Maar de game wou niet meer laden. We zitten in de bus, ik zet hem even op pauze. Wat er namelijk aan de hand was, was na de vorige part, toen dat laden vastliep, zeg maar. Elke keer als ik die game opstartte en gewoon continue rachtte, dan werkte de game niet. En dan bleef hij gewoon op het laden staan. Of er kwam helemaal geen laadbalk, of wat dan ook. Volgens heb ik het zo'n beetje de hele vorige part, nou ja, alleen één van die angels, zeg maar, gewoon één van die soldaten die liepen, zeg maar, moest ik vermoorden. En vervolgens moest ik weer die fight met Isaac doen, die nog steeds wat buggy was. Maar het is gelukt. En toen met de scroll heb ik gewoon een keer niks gedaan, zeg maar, geen cutscene geskipt. En toen kwamen we hier. Yee! Dus vandaar dat het intro wat anders was. Maar alsnog, hallo Black Legion, dan zijn jullie ook blij. Ik ben blij dat het werkt in ieder geval. Want het stomme is, ga ik Steam in game, en jullie hebben Steam in game als het goed is, van hij ziet alles. Finally it's done. Complete the game. Die achievement heb ik al. Ik heb de achievement al voor het completen van de game, terwijl we nog bezig zijn eigenlijk. Dus toen ik die achievement zag, denk ik van, what the fuck was dat het einde? Dat is al wel heel snel. Maar dat is dus het einde niet. Ik ga hem gauw opslaan, voordat de game ontploft. Want dat zie ik de game nog wel doen. Vandaar dat ik hem gauw ga opslaan. En dan we verder gaan met de game. We zitten op de bus. Waarom zit die fiets daar in het midden? Please, heb ik die dingen nog? Nee. Ik kan nog wel de shotgun. But let him take his own wicked step. I was to look after him when he didn't suspect it, and I would be there when he most needed it. The prophecy was not only the scroll in my hand, but just begun. Next, he would have to. Er is namelijk een achievement om al deze kutlui te killen. Lucifer zit voorop. The prophecy was not yet over, but just begun. Next, he would nog iets. I have many sons, and I will have many more. But this one is special. This one continues to surprise me with his crafty ways of delivering my wrath. His creativity is definitely without comparison, and he will be more than ready to take us towards Rapture. It will be 1,000 years of darkness as I take my place with the mortals. They will learn to take judgment seriously, and Lucius will be there with me. Kijk, ga iedereen vermoorden op de bus. Fuck de devs van Lucius 2. Allemaal ook gewoon. Seems like a double kill. Triple kill, bitch. Oops, my bad. Could it be a triple kill? Oh, nee. Niet goed. Hoe de fuck zou je dat missen, kun je zeggen, maar ja, het is een aparte game. Yay! Seems like a double kill. Yay! Nou kijken als we Lucifer nog kunnen killen. Yep. Multi-kill. Ik neem aan dat we hem niet kunnen killen, maar... Nope. Ja, het had gekund via hiervoor. Denk ik. Die game is al zo buggy dat dat misschien is gelukt ook nog. We hebben iedereen vermoord. Yay, achievement time. Normaal gesproken. Oh wow, oh wow, FPS drop. Yay. Nog meer nieuws. Yay. Nog meer nails voor in de nailgun. Wacht, eens even kijken als we hier bovenop kunnen staan dan. Oh, zie je ons gewoon om een hoekje schieten? Waarom werkt het niet? Maar, moet ik er niet een keer uit ofzo? What the fuck is er mis met die dude? Wat moeten we doen? Dit is gewoon niks, dit is gewoon het einde wel. Dit is wel het einde van de game. Dan. Waarom zou dit het einde... Waarom is dit rare einde er? We moeten hem kunnen killen. Maar volgens mij werkt het niet echt. Even kijken als we nog een bom kunnen maken. Nope. We hebben gasoline. Waarom staat het dat er niet omheen? Ik heb wel die scroll, dat is het mooie. Hoe de fuck komen we hier uit? Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Daar loopt nog die crazy dude. Ik weet echt niet wat het idee van de game is hier. Volgens mij is dit wel echt gewoon het einde. Dit zal wel het einde zijn. Wat moeten we anders doen? We kunnen niks. We hebben geen object of niks, hè? Voor de duidelijkheid. En ik kan die dude niet killen, omdat die... Zou die van donuts houden? Als dat werkt, jongen. Nee, zie je? Die vliegen niet eens naar die gast toe. En ja, oké, ik heb dat fluitje, maar dat doet niet wat. Break an item. Combust any flammable object. Wacht, kan ik hem niet mind controlen? Nope, ook niet. Mind control kan ik ook niet. Ik heb geen idee. Accept. Niet dat het me iets helpt, maar accept. We kunnen er gewoon niet uit volgens mij, toch? Wat de fuck is dat voor rood iets? Dus dat moet een bloedvoorstelling game. Volgens mij kom je echt gewoon niet uit. Volgens mij is dit echt gewoon de creditbus of zo. Dan dit de credits, want verder werkt het niet. Ik kan hem een keer gaan laden, als je het blijkbaar voelt. Bij 13. Ja, end. Het heet zelfs end. Dat is gewoon het einde. The rest of mankind who were killed by these plagues still did not repent the work of their hands. They did not stop worshiping their puny god. The boys sneaked into a bus that was evacuating the town, and none of the passengers suspected anything. While sitting on the back seat, he looked down at the scroll he held in his hand. The hell was that? It was sealed with 7 seals. These seals were not to be opened by hand, but by actions that would lead to them melting away. He had put it through many tests. The hell was that? But now I was sure Lucius was worthy of his kindness. I would continue to guide him throughout the journey. Waarom kan ik niet dat? But let him take his own wicked steps. I was to look after him when he didn't suspect. De tekst die hij hier zegt, dat houdt in dat. He was not yet over, but just begun. Next. Ik weet niet. Excellent. I have many sons, and I will have many more. This one is special. This one can. This one can. Je bakkers houden. Ik wil die dude killen. Dus dan moet ik hier op kunnen staan. Kijk, op deze fiets. Oh my god, ja hoor, Glitcher Black heeft het weer voor elkaar, hallo. Die man wil echt gewoon niet dood. Kunnen we ook uit de bus nu? Ik heb het wel weer voor elkaar, hè. Ik zit weer op plekken waar ik niet mag komen. Oh, nee, niet de nul kunnen droppen. Nou, verder hebben we hier toch niks. We hebben hier verder toch niks te doen. Helemaal niks. Dat is echt lelijk. Dit is de map ook, de bus. Alright, nou, dat is dan het einde van Lucius 2. Wat een fucking lame-ass kut einde. Komt eigenlijk op neer. Wat een scheid einde. Dat is niet lief. Dat is echt gewoon kut. Maar ja, we kunnen buiten de bus kijken. Kijk, zo maar regen. Voorop. Joepie, de poepie. Dat was dan. Iedereen bedankt voor het kijken. En ik zie u weer bij The Order 1886. Laters.